meer? Wat wil je nog meer? Dit is toch fucking mooi, man. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Geen vroege morgen, een zonnige morgen. En vandaag gaan we iets heel erg vets doen, jongens. Jullie zijn er natuurlijk mee bekend, ik hoef het niet nogmaals te vertellen, maar het coronavirus heeft ons land een soort van in bedwang. Maar wij hebben toch nog iets gevonden wat we kunnen doen, wat we gaan doen. Dus we hebben een paar dikke auto's, een paar leuke auto's gevonden. En dan gaan we een hele vette dag tegemoet. Let's go. Dit, jongens, dit zijn echte dingen. Hier droom je van als een jochie. Kijk, oh, kijk deze road presses van die AMG GTR Pro. En dan nog in de binnenspiegel een M4 RS3 Porsche Carrera S. Jongens, jongens, jongens. Oh, wauw. Nou, we moeten het beste ervan maken van deze dagen, maar ik denk dat we een heel eind op weg zijn. Klein tunneltje. En uiteraard, bij ieder soort van auto-evenement, auto-meeting, auto-rally, wordt er getankt. Kijk dit, jongens. En inderdaad, we hebben nog een special guest. Twee special guests zijn er bijna. En ja, dan ben ik heel erg benieuwd of jullie dan ook nog denken dat dit de ziekste auto is. Ik denk dat je ze al kan horen. Ja, die klinkt ook goed. Maar jongens, onderweg, ik denk dat je al kan horen en kan zien in de verte. Niet één, twee performantes. Kijk dit, een spider en de coupé erbij. Ja jongens, je moet er het beste van maken. En in een auto kan je niemand besmetten. Dus daar gaan wij ook zeer zeker gebruik van maken. Wauw! Wat? Die klappen worden ook steeds harder naarmate de auto warm is. En dan niet. En dan hebben we misschien bijna het minste vermogen van allemaal van vandaag. Maar echt jongens, je hebt niet meer nodig. Dit is de shit. Een handbak. Voornamelijk vierwiel aangedreven, maar basis achterwiel aangedreven. Een auto die gewoon een stapje wil zetten op het moment dat je het opzoekt. En gewoon knallen. Iedereen staat hier te filmen en te doen. Ja. Dit is echt, jongens. En het mooiste is, voor autoliefhebbers, hè. Ik zie het gewoon bijna. Ik stuur al deze jongens één berichtje. Jongens, gaan we wat leuks doen. We moeten even weer wat positiviteit erin krijgen. En hier zijn we, jongens. Een paar dikke auto's. En een prachtige weg en prachtig weer. Wauw. Ik kan dit een hele dag doen. Gewoon het schakelen, het rijden op deze weg. Dit is echt zo vet. Maar die handbak op zo'n weg doet het hem. Ik neem het van mij aan. Het is
bij lange na niet zo snel als die RS3. Zeker niet zoals die performant als die M4 en die AMG GTR Pro. Maar het is zo leuk. Zo! Die was hard! Hé hey jongens, dit is echt... Kijk! Zoals ik probeerde te zeggen, we gaan nog even een keertje. Oh wauw. Jongens, we zitten er helemaal. Hoppa. Kijk dit. Het is de eerste keer dat ik naar achter mijn eigen auto rijd. Ja, ja. Het is de eerste keer, hoor. Ja, joh. Wat is dit bizar? Ik was weer helemaal vergeten hoe onwijs ziek zo'n AMG GTR is. Ja, het is apart, hè? Dit is wel echt heel speciaal, man. Is dit de enige in Nederland? Ja, de enige op kenteken. Er zijn nog een mat groen, hè? Klopt, bij Thijs Timmerman staat er nog één volgens mij. Oh ja. Je hebt ook nog een mat groen, ja, die is gaaf, hè, vinden we. Het is... Zo, het is... Het is vanaf een moment gewoon dat je gas geeft, is het intimiderend. Holy shit, hé. Dit is niet normaal! Hoeveel pk is je ding ook? 85, maar dat klinkt niet heel veel, alleen hij is vrij licht, hij weegt 500 kilo. Ziek! Zo! Dat is hetgene wat ik zo vet vind aan zo'n knallen. Nou, die knallen! Wat is het vet ook om te zien, zeg. Met die vleugel zo en dan het blauwe kikkerding erachter. En die van jou knalt hard, hè? Hard, hè? Holy moly, joh! Dat denk ik. Het is gewoon echt een soort donder, hè? Ja, wat je... Maar het is ook echt heel... Ik heb hem nooit gehoord. Holy shit, hé. Dit klinkt hard. Hard, hoor. Hoor die knallen. Dat ding is pokertje hard. Ik heb mijn auto nog nooit voorbij horen komen, überhaupt. Ik klinkt echt hard, man. Ja. Knallen, joh. Dan heb je van binnen gewoon niet door. Net als bij dit. Ja. En dan is dit in principe nog relatief leeg, dus je hoort. Ja, maar daar zit nog een achterbank in en alles. Ja. Ja, en zo komt de dag alweer tot zijn einde, jongens. Kijk wat een pareltjes. Ja, het is heel erg leuk. Maar deze is blauw. En dat is altijd leuker dan de zwarte. Ook als de naam geen GTR Pro is. Ik ben.
Dames en heren, jongens en meiden, ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken van deze video. Het was een hele vette dag. En zo heb ik jullie toch nog laten zien dat je ook iets heel erg leuks kan doen. Zonder daar dus een hele groep bij te hoeven betrekken. Het was super vet. Een super vette dag en een hele vette wegen. En ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En zie ik jullie heel erg snel. Wasselen!